Maar het kan zo zijn natuurlijk, stel nou dat Sigrid Kaag premier wordt, of wie dan ook, en die moet dan tezamen met het hele kabinet misschien wel aftreden vanwege Groningen en die parlementaire enquête over gaswinning. Dan heb je net 2 jaar erop zitten. Dan wil je graag nog een keer de lijst af. En stel, je wordt opnieuw beloond en je mag ook premier gaan worden. Dan heb je straks na die termijn 6 jaar op zitten. Maar wat gebeurt er dan? Nou ja, en daarom zie je eigenlijk ook dat het voorstel niet zo behoudt. Want als je dan opnieuw lijsttrekker bent of lijstaanvoerder, dan zeg je, maar ik ga nu opnieuw voor 4 jaar. 6 plus 4 is 10 en dat kan dus niet. Nee. Volgens het zelf in elkaar geknutselde mechanisme. Niet doordacht. Raar. Niet doordacht. Oké. Okay. Ja, het is veramerikanisering van de Nederlandse politiek. Laten we daarmee gewoon ophouden. In Amerika mag een president ook maar 2 termijnen maximaal zitten. Dan moet er een nieuwe president gekozen worden. Ja. Dan moet er een nieuwe komen. En laten we alsjeblieft ophouden om is dat Amerika iets wat u sowieso irriteert? Ja, behoorlijk. Het is met alles. Het is de woke cultuur. Het is dat de pride of the proud boys of zo. Hou op. Laat Amerika gewoon in Amerika, hè, over de oceaan, over de zee. Laat ze daar. En laten wij gewoon nuchtere Nederlanders blijven, alsjeblieft. Ja, u hebt ook wel eens gezegd, Jean Dome, het zou fijn zijn als we net iets vaker naar die andere kant keken. Duitsland, hebben we eigenlijk veel meer mee van goed, ik vind zelf eerlijk gezegd dat Duitsland de afgelopen jaren een baken van stabiliteit is in Europa. En je kan van mevrouw langer dan 2 termijnen zelf. Je kan van mevrouw Merkel vinden wat je wil. En er is natuurlijk veel kritiek geweest op haar politiek ten aanzien van Syrische. Maar ik denk dat voor Europa is het een zegen geweest dat mevrouw Merkel in die woelige jaren met Donald Trump aan het roer stond van de grootste Europese economie. Fijn dat u luistert.